iedereen. Ik heb het boek Het Behouden Huis gelezen van Frederik Hermans. Ik kan het heel erg aanraden. Het is best wel een dun boek, dus dat is al echt een handige plus, zeg maar, als je het voor je boekenlijst wilt lezen. Het speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. En het gaat eigenlijk over een soldaat die in Frankrijk ergens meeloopt met Fransen en Engelsen, de hele groep, zeg maar. En uiteindelijk komt hij bij een huis aan en die moet hij, zeg maar, onderzoeken of er bommen liggen van de Duitsers. En daar blijft hij dan uiteindelijk en hij maakt eigenlijk het huis, is een soort van het behouden huis. Dus hij blijft daar en hij voelt zich daar ook heel safe, zeg maar, heel veilig. Dus hij blijft daar langer en het is wel een beetje een apart boek. Er zitten ook wat aparte dingen in en zo, maar het is heel makkelijk om te lezen en het is ook een best wel interessant boek, zeg maar. Ik zou het aan iedereen aanraden die van de Tweede Wereldoorlog, die het interessant vindt. Ik zou het gewoon aanraden. Het is lekker makkelijk weg te lezen en het is verder ook van Hermans, dus dat is meestal wel goed.